Dag iedereen, welkom bij Pix bij de wielerpodcast Derailleur. En deze aflevering die staat helemaal in het teken van het vrouwenwielrennen. En dus hebben we uiteraard twee vrouwen uitgenodigd. Dat zijn Ine Beijen en Ellen van Looy. Dag dames. Op verschillende manieren zijn jullie heel erg thuis in de koers natuurlijk. Dus ideale gesprekspartners om het over het openingsweekend te hebben. En de rest van het voorjaar bij de vrouwen natuurlijk. Ellen, jij hebt het openingsweekend gecombineerd met het slot van de cross eigenlijk. Hè? Want er was Oost-Malle en tegelijkertijd de omloop van het Hageland die wij live hebben uitgezonden en waarbij je co-commentaar hebt gegeven. Hoe ging dat precies in zijn werk? Was het van hier naar daar? Ja, zo letterlijk wel te nemen. Ja. Ja, uiteraard heel blij met de vraag die ik kreeg om de co-commentaar te voorzien op de wedstrijd. Maar langs de andere kant toch ook wel klein beetje met mijn hart in Oost-Malle. Want ja, dat is toch wel waar ik ook wel... Ja, voor leef en wel heel graag had bij geweest. Maar, dus ik ben 's morgens vroeg de jeugdwedstrijd van de dames en die samen met de nieuwelingen jongens reden gaan bekijken. En dan voor 11:30 de auto in en dan rechte vaart naar Tielt om dan samen met jou de co-commentaar te voorzien. En dan? Daarna nog terug, hè, want je had nog plichtplegingen bij de ploeg. Ja, klopt. Ja, uiteraard sluit ik ook wel graag het laatste seizoen of de laatste wedstrijd van het seizoen mee af. We hadden een etentje met de ploeg. En nadien zijn we nog iets gaan drinken met enkele rensters. Dus het was een fijne, maar lange dag, maar wel heel leuk. Ja, in een zaterdag was er de omloop het Nieuwsblad, waarbij jij dan co-commentaar hebt gegeven. Maar wij hebben die ploegpresentatie ook uitgezonden, hè, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Het was toch opvallend, Ine, dat er heel wat meer belangstelling was voor de presentatie. Het mocht ook wel, natuurlijk. Ja. De grotere belangstelling. Ik heb daar ooit zelf de presentatie gedaan in het Kuipke, toen Linde Nikon, 2 jaar geleden, denk ik. En dat viel ook echt wel op. Dus we hadden eerst de mannen gepresenteerd. Dan starten die mannen, je gaat al dat volk naar buiten. En dan komen de vrouwen. Maar ja, kom maar eens terug naar binnen. Hè. Ik bedoel, dat is ook niet meer dan logisch dat die mensen daar dan buiten blijven of beginnen de koers te volgen. Dus ja, dat volk bleef zo weg en dat is een beetje schrijnend wel, als je daar dan staat. Je wil dat dan ook niet benoemen of zo, als je die presentatie aan het doen bent, omdat je ook niet de mensen die wel blijven staan wil affronteren of zo, op de een of andere manier. Dus ik was heel blij dat One en Linde de oproep deden om meer volk naar het Kuipke te laten komen. Ja, One, dat is het meisje dat eerder deze week vroeg om meer te komen supporter voor de vrouwen. En ik had haar 2 jaar geleden al eens ontmoet, tijdens een wedstrijdje van haar. Ze is nu 1 jaar of 9, denk ik. 7 of 9, ik wil er vanaf zijn. En wij hebben haar achteraf nog in de commentaarcabine gezien. Ook na de finish in de omloop kwam ze nog eens bij ons in de cabine. En ze was, ik weet niet of 4, en dan ging ze weg. Want ja, wij waren nog op antenne. Het was zo net voor het podiumceremonie. Dan kwam ze zo terug. Ine, mag ik nog knuffel van jou? Zo ken ik haar. Ik ken haar van de cross. Ja, haar ouders... werken ook al of helpen ook al jarenlang met de Sven Nys Academy, waar zij ook al van kleins af aan tussen alle jongens en van klein tot groot rijdt ze daar met haar klein fietsje. Heel makkelijk tussen zelfs. Het is mooi om te zien. Dus ook zij roept mij van ver als ik ze zie op de cross. Het is heel mondig, hè? Ze is heel mondig. Echt een hele leuke familie ook. Ja. De broer rijdt ook en ze pikken zoveel als mogelijk mee. En dat is leuk. En hoe oud is ze? 9 of 7? Ik heb zelf ook... Ja, ik weet maar ik denk dan aan mijn eigen dochters. Allee, ga maar eens als jong meisje mee in die volgwagen met mensen die je niet kent. Ja. Dat vind ik zo bewonderenswaardig. Dat is echt een coole chick. Ik ken haar echt van die keer dat ze op de kampen was. En dan zegt ze, denk ik, 's morgens tegen mama, papa, ja, ik zie jullie straks wel. En ze laveert gewoon heel... ze is weg. Ze heeft haar eigen trainingen met de groepen. Maar denk ik dat ze dan echt... Heel het domein daar verkend op haar eentje misschien. Ja. Maar ze trekt wel heel goed haar plan, ja. Maar los van One is dat fantastisch om te zien dat er vrouwelijke rolmodellen gecreëerd worden. Nee, we hebben dat nu gezien met One, maar er was ook zo'n verhaal op Twitter van een meisje die naar de koers ging met haar papa en zei van, ja, ik weet niet voor wie dat ik ga supporteren, maar het moet een meisje zijn en er moet wat roze in haar helm zitten. Ja. Dat was dan iemand van UAE, was Persico of ik weet het niet. Had ze daar had Persico naar buiten gekomen, haar gezien, een foto en... Ja. Dat is geweldig, hè, dat die jonge meisjes zoiets hebben van... Wauw, ik wil ook zo'n jong meisje zijn die dat allemaal kan beleven. Ja, het Kopecky-effect voor een groot stuk ook. Ja, zeker. Ik denk het wel, ja, zeker. Wat niet wegneemt dat One en die andere meisjes ooit het zo ver en zo goed gaan, uh,
gaan doen. Maar dat hoeft ook niet. Ze moeten gewoon gaan sporten. Hè? Klopt, maar ze worden nu wel besproken. En het was duidelijk wel zichtbaar dan in het Kuipke dat de opkomst toch wel massaal was. Ja. Sportief, wat is jullie opgevallen in dit openingsweekend, Ellen? Goh, ja, dat misschien de zenuwachtigheid misschien, het leuke en het gretige om wel te starten, maar langs de andere kant ook wel de nervositeit en misschien dan toch wel foute beslissingen genomen, misschien ook niet zeker van zichzelf of toch anderen verkeerd ingeschat. Toch zeker gisteren was het geval dat ze bijna allemaal in de kopgroep achteraf zeiden van we hebben dat compleet verkeerd ingeschat, de voorsprong van de koploopster en we zijn gewoon te laat in gang geschoten en we hebben gewoon niet hard genoeg gereden. Dat zeiden ze duidelijk. Dus, dan heb je het over Faulkner die de omloop van het Hageland wint. Ja, klopt. En de achtervolgende groep waar de verstandhouding verre van ideaal was. Ja, klopt. Het zag er op een gegeven moment wel oké uit. En ze hebben ook menig meisjes hebben ook wel aangezet om wel mee in die achtervolging Dagen, te gaan. Ja, bijvoorbeeld. Dagen maakte haar druk op een bepaald ze moment. Ze maakte haar druk. Ook Pietersen ging vaak naar de kop en ging dan echt wel het tempo in de hoogte injagen. Maar duidelijk dan toch nog niet, of misschien nog niet de beste benen, wat dat misschien ook wel logisch is nu met de start van het seizoen. Dus misschien zoals een bepaalde renster ook zei, van we moeten toch zeker evalueren wat we hebben gezien, waar we in de fout zijn gegaan en wat ons aandeel daar is, wat ook de aandelen van de andere ploegen, zeker en vast. Maar hoe gaan we daar volgende week mee om als we in dezelfde situaties komen? Het was Bredewold dan die dat zei waarschijnlijk, of niet? Ja. En zat er nog iemand anders van SD Works daarbij of was het enkel Bredewold? Enkel Bredewold, hè? Majerus in het begin nog, maar de laatste... Dan ben je toch met twee moeite. Dat is heel vaak hun probleem. In welke kaart gaan we trekken? En ze trekken die kaart niet snel genoeg. En in het nieuwsblad hebben ze dat wel gedaan. Ze waren daar met drie mee voor de muur. Trekken ze de kaart Wiebes. Ze hadden nog nooit zo snel beslist, de tactiek. Mm-hmm. Dat bleek dan niet de juiste te zijn. Nee, goed. Dat is natuurlijk ook op dat moment dat het dan de kaarten langs de andere kant vallen. Maar dan heb je wel een duidelijk plan. Klopt. Als het dan niet lukt, dan moet je schakelen. En dat is dan inderdaad wel op zaterdag wel makkelijker gebeurd dan misschien op zondag. Maar, Marianne Vos wint op zaterdag het nieuwsblad. Op zondag is het Kristen Faulkner die het Hageland naar zich toetrekt na een geweldige solo van meer dan 50 kilometer. Vaststelling, SD Works wint niet in het openingsweekend. Nee, maar het mocht ook wel eens. Hè. Ze mochten ook wel eens niet winnen. Hè. Pas op, ook bij SD Works zelf. Hè. We gaan nog geen conclusies trekken. Hè. Dat is veel te vroeg. We gaan niet zeggen, Lot Kopecky is minder dan anders of dit of dat. Maar los daarvan heeft Kopecky wel bijgetekend tot 2028 en Vollering nog niet. En Kopecky en Vollering die gaan niet samen blijven. Dat denkt toch niemand? Ik weet het niet, maar het is toch een ander gegeven dan vorig jaar, vind ik dan. Maar pas op, we kunnen volgende week helemaal anders praten. Inderdaad. Misten ze misschien ook de PK's van Marlen Reusser, die ziek moest afzeggen voor dit weekend en dus niet in actie kwam in de beide omlopen? Ja, zeker. Ik denk dat de omloop toch nog net iets hoger aangeschreven staat dan het omloop van het omloopnieuwsblad, bedoel ik dan uiteraard. De start van het wielervoorjaar, al die grote publiciteit die er rondhangt, dat is voor elke renster denk ik wel heel leuk en elke ploeg ook aangenaam en meegenomen dat gebeurt natuurlijk. En als je dan op die laatste momenten nog ziek uitvalt, dan denk ik dat het gewoon heel jammer is voor haarzelf ook, maar ook voor de ploeg. Ja. Zeker zo'n sterke renster had misschien toch wel tot ver in de finale een heel die hadden ze nodig gehad, hè. En zeker in de omloop het nieuwsblad hadden ze die nodig. En die was goed ook, die heeft al gewonnen dit jaar. Ik bedoel, afwachten wat het wordt op dat vlak met SD Works Pro Time. Ja. Maar die kwaliteit is erin, dus die overwinningen die komen sowieso. Uiteraard. Die kaarten gaan wel weer goed op tafel komen te liggen. Maar toch ben ik benieuwd. Ja. Mm-hmm. Marianne Vos, zaterdag heeft zij bij haar eerste deelname aan de omloop. Hartjes voor Marianne Vos. Ja. Toch? Ja, iedereen gunt het toch, Marianne Vos. Ja, jij kent Marianne Vos ook al heel lang. Ik herinner het me zo. Als ik uiteraard al wel op hogere leeftijd dan Marianne, op mijn 28 op mijn eerste cross in Lille aan de start kwam, stond Marianne daar ook. En was ik eigenlijk zenuwachtig. Dat kan dezelfde startlijn dan de Marianne Vos. Die dan, want we schillen nog best wel wat jaren, denk ik. Ik weet het niet veel, maar van buiten hoe oud is. Misschien dat ene weet hoe oud. Zij is een paar dagen ouder dan mij, of jonger. Ze wordt 37. Ah ja, oké. Okay. Kijk, dat is dan vijf, zes jaar verschil toch. Dus dat kijk, zelfs ik op mijn 28 keek er echt naar op. Zij stond daar mee en ik mocht bijna langs haar staan om te starten. Dus ze is voor mij ook altijd wel een heel icoon geweest. Dus
ja, heel knap hoe dat ze het... Het is, als je weet hoe lang haar carrière al duurt. Ja. Ik heb er ook een van de eerste keer dat ik Marianne Vos zag, was het op het wereldkampioenschap in Verona. Ik was daar als junior, denk ik. En zij stond daar echt aan de streep, hè, om te starten. Wij stonden daar zo nog wat te babbelen. En zij stond daar echt klaar, zoals op een cross. Haar gidon langsonder, haar ene been op de straat. Hop, de start werd gegeven, ze was weg. Dat was mijn eerste kennismaking met Marianne Vos. En die houdt dat al jaren vol. Hè? Ja, het is eigenlijk een heel straf parcours. Vooral de voorbije jaren. Met een aantal perikelen ook. Met zowel fysieke als mentale problemen op bepaalde momenten. Ja. En dan toch nog het kunnen opbrengen om terug te komen op het hoogste niveau. Op het allerhoogste niveau. Ja, klopt. En zoals je zei, ze heeft al op zoveel domeinen en zoveel mooie prijzen gewonnen. Ik herinner me nog de mooie reportage over haar gezin, over haar ouders, haar woonplaats met de aparte bijgebouw bijna om al haar medailles en trofeeën uit te stallen. Dus ja, de drang naar nog meer is wel heel bewonderenswaardig op ondertussen deze leeftijd ook, na al de perikelen. Maar ja, ze heeft al alles en zoveel gewonnen. Dus ja, ze is de grootste. Ze is gewoon de grootste, maar ze blijft daarbij zo bescheiden. Want ik herinner mij een reportage die ik maakte over haar voor Vive le Vélo. En ik vroeg je, ja, hoe ga je daarmee om de GOAT genoemd te worden? Want Cavendish had haar net de GOAT, de greatest of all. Nou, ik ben gewoon Marianne en ik fiets graag. Ja, super, maar dat toch? Is ook zo, hè? Ja. Dat is hoe zij zichzelf ziet. Hè? Ik ben Marianne en ik fiets graag. Ja. Ze gaat Strade rijden, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel. Rekening mee houden, hè? En ik heb haar dus niet in mijn wielermanager gezet, hè? Jij wel, Ellen? Nee, ook niet. Ook niet. Nee. Jammer genoeg, maar ja, kijk. We kunnen nog transfers doen. Het kost wel 9 miljoen, denk ik, ondertussen. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Ja, te overwegen. Want ze gaat nog scoren, hè. Ze gaan in ieder geval rekening moeten houden met haar. Ze heeft nu haar visitekaartje afgegeven. En ook de manier waarop. Hè. Ze blijft zo cool, ze blijft zo rustig. Ze heeft al zoveel ervaring op dat moment in al die voorbije jaren. En Lotte verliest haar geduld een klein beetje. De eerste haar, keer, hè. Gedrag merkte ik wel. Ja. Toch wel een beetje... Alhoewel dat Lotte ook best al wel groot is in die situaties. Maar, ja. Ze liet zo met haar koppen spelen, een klein beetje. Marianne deed dat keihard. En dan heb je heel snel mensen die zeggen, wieltjeszuiger. Ze leest de koers en ze is met overwinning gaan lopen. Sluwheid is ook een kwaliteit. Het zal wel zijn. Ja, coolness. Dat is zo, in de cross is dat ook. Dat wordt niet altijd als positief aanvaard. Maar goed, kijk, het hoort bij de sport en... Morgen wordt er niet meer over gesproken en zij juicht. En de anderen die denken, doe me weer een keer in het zak laten zetten. Dan moeten we toch volgende keer moeten we dat anders aanpakken. Ja. Dus daar leert ook Kopecky weer uit natuurlijk voor de rest van het seizoen. Zeker, En anderzijds, sorry dat ik onderbreek, hetzelfde geldt, zegt Lotte ook, van kijk, dan is het maar niemand. Dan is het misschien Sherin die de cross, die koers gaat winnen. En blijft Marianne ook een paar honger zitten. Dus ja, het is een klein beetje... Het is pokeren en het is wiel de kaart. Ze kunnen alle twee. Ze kunnen dat alle twee heel goed. Maar dan is het hard tegen nog harder. En dan... Zet daar nog eens een Femme Van Empel ook bij. Hè? Die komt er ook nog bij, hè, in de ploeg. Nu deed ze het allemaal alleen, hè, Marianne. Ja. Van Empel die gaat er in Gent-Wevelgem aan beginnen. Die rijdt ook de Ronde van Vlaanderen en de Amstel. Ja. Dat staat al vast. Wat verwacht je van Femme Van Empel, Ellen? Van de wereldkampioenen in het veldrijden. Dat die heel goed weet met wat ze bezig is nu. De laatste maanden is sowieso al gebleken dat ze echt een heel plan rond Femme hebben. Dat is echt mooi hoe dat ze dat ook bespreken en eigenlijk ook een beetje openbaar maken. Zeggen van, kijk, we nemen gewoon even gas terug. Ik ga nu een enkele crossen niet rijden, maar verwacht me dan richting het wereldkampioenschap terug. Ja, en ze stond er ook wel om dan weer even een stapje achteruit te zetten. En nu in alle rust en alle anonimiteit, denk ik, zich naar het hoogste niveau te proberen maken en klaar te stomen voor... Ik denk zeker dat zij in die wedstrijd al zeker neus aan de venster gaat steken. Ja, want ze kijkt er ook naar uit. Ze heeft ook, je voelt ambitie bij. En het is ook een beetje een zoektocht, van wat ligt mij, welke wedstrijden liggen mij, hoe lang ga ik door op de weg. Ik kijk daar geweldig naar uit wanneer dat zij weer in actie komt. Het is ook niet iemand die zomaar gaat meekoersen. Als ze er is, gaat ze zich laten zien. Ja, een rol van betekenis spelen.
Zoals ook Puk Pietersen het voorbije weekend gedaan. Tof, twee keer top 10. Twee keer, hè? Twee dagen op rij. Ja. Pas op, ook sterk, hè? Dat aan zich, hè? Uit zo'n winter komen. Mm-hmm. En dan twee dagen op rij, die kilometers en meekoersen telkens. Heel knap. Ja. Is zij een van jouw favorieten voor de strade? Toch wel, hè? Maar ze zegt, ik herinner me een interview van gisteren na de finish, zei ze dat ze, dat ze soms te gretig is. In de strade kun je dat bekopen. Ja. Dat kun je echt bekopen. Dus ze gaat zich moeten rustig houden, zo lang mogelijk. En dan zeker vooraan, absoluut. Ja. Ja. Pietersen is ook wel met haar kwaliteiten gemaakt voor de strade, toch? Ja, we amuseren ons allemaal rot met de filmpjes, met de GoPro die zij opneemt op de parcoursverkenningen van de cross, hoe dat zij dat aanpakt en er ook eigenlijk nog wel een beetje een feestje en een plezier, mm-hmm. een plezieretje van maakt. Dat is echt heel leuk voor de mensen thuis ook te zien, denk ik. Maar dan zie je ook wel vaak hoeveel kwaliteiten dat zij echt wel heeft op die geladen parcours. En mensen die niet zelf op de fiets hebben gezeten en toch zeker niet in de cross, dan kan dat eens grappig zijn en is wat op de commentaar die zij dan op overgeeft. Maar als je zelf weet van oei, die bocht komt eraan, ik weet hoe dat die ligt, ik weet hoe lastig dat die is om te nemen en zij vliegt er dan heel makkelijk door, mm-hmm. dan weet je toch echt wel dat je met kwaliteit te maken hebt. Ja, en geeft er dan ondertussen ook nog vlotjes commentaar bij, alsof het niks is. Alsof het niks is, en de strade kennende zal het drift te schuiven, dat moet je toch... Ja, daar moet je sowieso al geen bang van hebben en het toch zelf een klein beetje onder controle hebben en zelfs misschien een beetje risico in de bocht te nemen om het een beetje uit te lokken, maar dan het ook wel gewoon direct terug recht te kunnen zetten. En dan, maar dan gaat ze misschien die gretigheid haar misschien de das omdoen. Komt dat ze weet ik te niet. Snel uiteindelijk zitten, is het ook een wedstrijd waar je effectief vooraan moet zitten, hè, de hele koers. Dat sparen minder van belang is, ik weet het niet, omdat je gewoon vooraan moet meekoersen. Ja. Want het zal een afvallingskoers. En positioneren, dat kan ze ook. Hè. Dat heeft ze zowel in het Nieuwblad als het Hageland bewezen. Ja. Dat ze op de juiste momenten, op de juiste plaatsen kan zitten. Dat ze voor een stuk gebracht wordt ook door de ploeg, maar vooral het zelf ook kan oplossen. Ja, klopt. Gisteren, het duurde ook lange tijd dat we eigenlijk haar op de foto van het peloton zagen. En dan plots zit ze er. Ja. Je ziet ze niet komen en plots is ze er. En is ze er dan zelf gekomen of met Schweinberger mee? Of? Ze was soms met Schweinberger mee of alleen. Vaak waren ze ook wel gegroepeerd. Dan plots kan ze de situatie zo goed lezen of weet ze perfect van die beklimming, Houwaartse berg of een andere versmalling komt eraan. En dan, uiteraard is het dan alle hens aan dek voor alle ploegen, maar dan is ze er toch altijd wel bij. Ja. Na de strade gaat ze er wel uit, want ze gaat zich voorbereiden op het EK mountainbike, waar ze ook haar titel wil verdedigen. Die is ook Europees kampioen op de mountainbike bij de elite, hè, Puk Pietersen. Wanneer is het EK mountainbike dan? Ja, dat is verder op het jaar. Ja. Dan gaan we richting zomer al natuurlijk. Ja. Maar, alles in voorbereiding voor de Olympische Spelen, Maar dat zie je meer en meer. Ja. Multigetalenteerden die het op alle niveaus, in alle takken optimaal doen. Ja, stuurmanskunsten, korte explosiviteit kweken, daar kun je alleen maar beter van worden. Hè? Ja, op dat vlak hebben het zijn ook wel allemaal zaken die je in eigenlijk verschillende sporttakken ook wel nodig hebt. Dat explosieve op de weg, maar ook die handigheid, ook die stuurkunsten. Mm-hmm. Ja, je hebt er zelf lang genoeg in gezeten. Als je soms ziet hoe moeilijk dat sommige bochten aan te snijden zijn, of hoe paniekerig dat sommige renners reageren als er een bidon in het peloton valt. Ja. Als wij crossers dan even gewoon erover huppen, of vele wegrenners overigens, want het is niet alleen dat wij handiger zijn op de fiets, zeker niet. Maar soms zie je wel een verschil. Vooral de reacties, de paniekreacties die dan soms ontstaan. En crossers pakken dan misschien nog iets op van een bidon, borduur, een gootje, middenstuk. Zetten we hem even over, wippen even. En hetzelfde geldt voor Lotte Kopecky en de piste. Ze heeft die piste ook nodig om top te zijn. Ja, inderdaad. Van Empel Pietersen, die hebben we gehad. Van Anrooy, dat is nog zo iemand, hè, die multigetalenteerd is. Niet of minder gezien in de cross de voorbije winter door een valpartij op training, maar ze stond er toch ook weer in de openingsklasse. Ja, fantastisch, Van Anrooy. Ik ben echt fan geworden. Ik was al wel fan van Van Anrooy, maar ik heb haar een week of twee geleden gezien op een wieleravond in Terneuzen. Leontien van Moorsel was daar, alle pioniers zo uit het Nederlandse vrouwenwielrennen. Katie van Oostenhagen was daar. Daar heb ik er lang mee zitten praten met Sherin. En eigenlijk, haar moeder heeft ook gekoerst. Hè? Ja. Ik wist dat niet. Ja.
Een mooi verhaal. En eigenlijk zei ze van ja, nu, ze zat er wat mee in, met dat ze geen crosswinter had gehad door haar valpartij. Gaat het wel goed gaan? En op dat moment zei Leontine, het gaat misschien nog nooit zo goed gegaan hebben. En dat ze moet vertrouwen hebben en niet altijd haar wedstrijdverhaal mag laten afhangen van een Lucina Brand, wat ze wel vaak doet uiteindelijk. Hè. Zelf durven gaan. En kijk, dat loont al meteen. Ze zit daar in die finale. Ik vond het fantastisch. Ja, absoluut. Ja, ik ken haar uiteraard van mijn periode bij de ploeg van Sven. Mm-hmm. Toen is Sherin op jonge leeftijd eigenlijk samen... Ja, Lucina was al in de ploeg. Sherin is erbij gekomen. En dan is het inderdaad misschien wel een klein beetje... in de schaduw lopen. Ik denk niet dat zij dat opgedragen is geweest, maar ja, uiteraard is het de Lucina Brand ook waar je... Dat is ook veilig, ook, maar ze heeft wel de capaciteiten om... Ja. En dat is ze nu wel aan het doen. Ze heeft ze duidelijk met beide handen genomen, de kansen. De samenwerking met Trek op de weg maakt dat zij nu wel zeker enorme stappen heeft gezet die ze dan naar alle disciplines meeneemt. Hè. Ja, we hebben dat in Binda vorig jaar ook gezien, hè, de manier waarop ze daar won. Knap hoor. Ja. Dat is echt weer haar doel ook. Hè. In die zin is het ook de ideale structuur om in te zetten voor Shirin van Tegenwoordig in het vrouwenwielrennen is het, lijkt me wel, als je dat niet hebt, dan zijn het gevoel dat je iets groot mist. En ik merk dat op mijn eigen ploeg. Okay, we zijn een iets kleinere UCI crossteam in de winter. We hebben goede resultaten gehaald, uiteraard met Laura. Maar ze voelen zich soms een beetje voorbijgelopen van, als ze zien van, Fem gaat World Tour niveau en Sherin en Lucinda en alle rensters. Soms jammer ook dat ze na het WK al stoppen met crossen om dan dat wegprogramma heel snel aan te vatten. Maar dan vinden ze soms dat ze te weinig of te kort gaan komen. En dan vind ik het ook wel een beetje jammer van... We hebben ook een minder uitgebreid, maar wel een wegprogramma. Maar neem dat mee en probeer daar gewoon zo goed mogelijk te scoren. En ik denk dat Laura zeker niet kan zeggen dat ze vorige zomer een slechter zomerprogramma heeft gehad. Als je ziet hoe dat ze nu haar winter heeft afgewerkt. Dus, maar de vergelijking wil ik maar zeggen dat het altijd kijken naar anderen en dan denken van oei, dat hebben wij niet. Is dat dan wel goed genoeg voor ons? Mm-hmm. Jullie hebben ook een voormalige Belgische kampioen aangetrokken, zeker, Ellen? Klopt, Jesse van den Bulke is bij ons komen rijden. Ik heb ze gisteren nog gesproken. Ze is eigenlijk bijna klaar om haar wegseizoen te starten. Dat zal ze weliswaar nu nog een beetje individueel zijn, omdat de crossers nu 2-3 weken op rust gaan. En waar start ze dan, Jesse? Ik denk dat ze nu komende weekend een 1.15 koers gaat rijden. Ja, ze heeft het verteld, maar ik herinner het me niet. Maar ze zei ook van, het is eigenlijk een combinatie met Fabian, haar zoontje, want die is aan het PMX'en. En dan moeten ze een beetje kijken van, waar is Fabian aan het trainen of aan het koersen? Okay. En dan, dan gaat mama zondag koersen. Hè. En dan hadden ze ergens een wedstrijd. Eind maart is, dacht ik, de eerste soort interclub dat we met de ploeg samen gaan rijden. Ja. En voor de rest, hoe ziet het zomerprogramma eruit bij jullie ploeg? Is dat... Iets uitgebreider dan de voorbije jaren, niet het gewone niet voor de crossers? Niet het kermiskoersen. Ja, dat is hem net. Hè. De verschillende ploegen zijn alsmaar gegroeid in de zomerprogramma's. Proximus, uiteraard Fem met Visma Lease Bike en Sherin. Die hebben, omdat ze dan weer in de heel grote UCI World Tour ploegen terecht kunnen komen op de weg, is dat nog wel een ander verhaal. Maar andere crossteams... Ja, pik je toch ook wel de draad van het wegwielrennen op. Wij blijven een clubteam, maar met Jesse aan boord merken we wel dat we wel een uitnodiging krijgen voor een Balwaze. Dwars door het Hageland zal op het programma gaan komen. Niet te grote World Tour koersen. Ik denk ook niet dat het altijd slim is om die elke week gaan af te haspelen. Zeker omdat we maar met een kleine kern zijn. Maar het is eigenlijk een goede combinatie van waaronder werk en ook aanvullend met een 1.1, 1.2 niveau. Ik denk dat het best goed genoeg is voor ons kleine team eigenlijk. Ja, iets om naar uit te kijken, hoe dan ook, als lid van die ploeg. Ik zoom nog even in op Kristen Faulkner, Ine, de winnares van de omloop van het Hageland. Dat is een apart verhaal, hè, die Amerikaanse. Die heeft een studie achter de rug aan de Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Is ook op latere leeftijd, bij wijze van spreken, beginnen koersen. En het was haar eerste eendagszege, trouwens, die omloop van het Hageland. Hoe kijk jij naar die Amerikaanse? Ik vind het... ze verdiende heel veel geld met wat ze deed. Hè. En inderdaad, op heel latere leeftijd toch gekozen om... Kijk, ik ga nu niet meer goed mijn centen verdienen. Ik ga kiezen voor het vrouwenwielrennen in die tijd. Hè. Of
Enfin, hoe lang koersen? Een jaar of 2, 3? Dat gaat toch niet veel langer zijn, hè? Nee, niet zoveel langer. Op niveau. Het is ook de vrouw die met een glucosemetertje uit de koers werd gezet vorig jaar. Dus we wisten wel dat dat een hele goeie was. En eigenlijk maak je daar als peloton een grandioze fout om die zo snel zo ver weg te laten rijden. Hè. We gaan die nog zien in de toekomst. Dat is iemand die heel intelligent is. Die heel goed wedstrijden kan lezen en op een goed moment kan aanzetten. Dus eigenlijk moet daar altijd iemand bij zitten, van zodra die gaat. Ja, ze ging en ze kon alleen gaan, Ellen. En ze reed 50 kilometer alleen voorop en nagenoeg constant in dezelfde houding. Ja, klopt. En ook het gezichtsuitdrukking was ja, bijna... heel stoïcijns zo, hè. Ja, Fem van Empel heeft dat ook heel hard in de cross. Hè. Dat is eigenlijk één blik en... Je kunt niet aflezen of dat hij dan aan het afzien is of die kan gewoon heel goed indelen, denk ik. Ja. Het ziet daar ook wel dat ze achteraf wel zegt van ja, het was eigenlijk helemaal niet het plan om zo snel alleen te komen, want ze maakt dan de overstap naar de koploopster. En ja, die liet ze dan op de Houwaardse Berg eigenlijk bijna direct achter. Meteen, en dan, dan zat ze daar alleen en dan heeft ze gewoon die voorsprong groter laten worden. En dat is om en bij dan altijd rond de 2:30 gebleven. Ja. Dus, ja, dat is een les, hè. Geef Faulkner geen 2 minuten. Ik zou zeker weten bij wie minuten. Dat ik in het wiel moet zitten, zoals de komende wedstrijden. Ja. Moet nog wel lukken ook, natuurlijk. Het was mooi, ze wist niet goed. Ze had duidelijk niet nagedacht over haar zegengebaar, want het was eigenlijk pas de laatste 2 meters dat ze dan nog net haar armen de lucht in gooiden. En ja, ik dacht bijna, kan ze niet zonder handen rijden? Nee. Ik alsof ze niet durfde of zo. Ja, het zou niet kunnen. Ja. Ja. Want ze zei ook achteraf in het interview, pas op 6 kilometer of zo, besefte ik van dat gaat hier lukken. Maar eigenlijk was het al veel langer duidelijk, natuurlijk. Ze is eigenlijk veel beter dan dat ze zelf beseft, hè. Ja, waarschijnlijk. Ja. Maar ja, dat gaat misschien... Ik weet niet wie, jij kent de meisjes of de vrouwen beter, wie dat kan zeggen van, op 45 kilometer dacht ik, dat is voor mij vandaag. Ja, Van Vleuten heeft dat al meermaals gedaan, maar ja, dat Van Vleuten heeft veel gezegd, gedaan. Maar ook achteraf gezegd dan van, ik voelde me wel zeker van... achteraf, als je wint, kan je alle kanten uit. Weet je wat dat ook was? En Alison Jackson heeft daar ook wel heel mooi werk geleverd in de achtergrond voor Faulkner. Natuurlijk, ze heeft het aan zichzelf te danken, maar Alison Jackson vond ik ook heel sterk in de wedstrijd. Ja, klopt. Die was ook mee in die achtervolgende groep. Hield zich daar verstandig. Ze waren met 8, maar het was dan eigenlijk 6 tegen eentje. Mm-hmm. Hè, want... Ja. Ook een andere renster, wat de naam nu... Ja, Pfeiffer Georgie, die was er ook bij. Voor, die DSM was dan van achteruit aan het rijden. Ook bizar, ja, klopt. Beetje wel, ja. Beetje ik vond bizar. Dat ook. Ja. Want Pfeiffer Georgie is ook niet van de minste als je in een achtervolging niet kan inschakelen. Ze heeft ook al... Welke heeft ze gewonnen vorig jaar? De pannen? Ja, de pannen. Als je die kunt winnen, dan kunnen we wel een sprintje trekken in een kleine groep. Hè? Ja, dus wat ik me afvraag, dan is dat dan... à la minuut beslissingen van de wagenhut? Of zijn er renners die toch spreken met elkaar? Ik herinner mij een moment in de koers en echt iedereen was aan het communiceren met elkaar in de wagen. En dat is een beetje het moment waar net voordat de DSM Firmenich het gat heeft toegereden op haar. Dus dat wordt echt wel beslist. Ja. Cool zat daar ook. Hè? Ja, dat was... ze gingen de kaart van Cole nog trekken, hè. Dat was wel duidelijk. Maar, ja, inderdaad. Als we dan even nog een momentopname erbij nemen van Wiebes, die de pelotonsprint weer met 2 vingers in de neus wint in het Hageland. Oké, op de muur had ze het moeilijk in het nieuwsblad, maar Wiebes gaat weer wel uitpakken in de wedstrijden die volgen. Zeker, als dat een vlakke sprint is, wie doet het beter dan Wiebes? Ja, niemand. Hè. Nee, ze is de beste. Is ze nog sneller geworden, denk je? Denk ik niet, want ze heeft zich meer toegelegd ook een beetje op die kortere hellingen, de muur. Is te hoog gegrepen voor haar, blijkt. Maar ik denk niet dat ze veel beter is, gewoon natuurlijk de rest kan wel beter geworden zijn. Dan nog is in een vlakke sprint is altijd heel moeilijk geworden. Dan kijk ik eerder inderdaad naar een Cole of zo, om het daar tegen te gaan doen. Ja. Zo zitten we weer bij SD Works Pro Time natuurlijk. En terecht, want dat is de beste ploeg van de wereld in het vrouwenwielrennen. Je haalde het al aan. Vollering, de kans is klein dat ze blijft, want ze is einde contract. Er is toch al aangegeven dat die kans klein is na de contractverlenging van Kopecky. Het geld is op waarschijnlijk. Ja, dat een Vollering kost ook veel geld. Hè. Ik bedoel, je kunt ze niet allemaal blijven betalen. Een Royster, gaat Royster blijven? Ook niet zeker. Hè? Nee. Waar gaan al die toppers naartoe gaan? Die andere ploegen... Daar komt ook meer en meer budget en die kunnen ook schone voorstellen op tafel leggen.
En die rensters willen waarschijnlijk ook eens als enige kopvrouw ergens in een ploeg zitten. Mm-hmm. Dus dat zal nog wel een dingetje worden, denk ik, zo dit jaar. Zou het op dat vlak ook geen goede zaak zijn, dat Vollering naar een andere ploeg? Tuurlijk, absoluut, absoluut. UAE voor 1 miljoen? Dat werd gezegd, hè? Werd gezegd, hè? Ja. 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 Al zitten ze daar ook wel. Dat zijn wel bedragen die eronder doen, hè? Ja, ja. Dat is al iets, hè, Ellen? 1 miljoen? We zijn te vroeg gestopt. Te vroeg gestopt. Ja. Ja, maar goed, kijk. Al respect voor de meisjes in onze tijd. En nu, ik geef gerust toe dat ik met mijn beste jaren niet zou meerijden voor een top 5 in de cross nu. Met mijn conditie, als ik de wedstrijd in Gaver won, denk ik niet dat ik nu in een top 5 zit. Het is echt, zoals Inne het net zei, het is niet omdat je zelf goed bent dat de rest niet kan verbeteren. Maar je gaat dan vaak wel denken van, omdat je misschien net zoals Wiebeziek die niet mee kunt of die sprint, die sprint uiteraard nog wel, maar net niet mee over de muur. Ja, de anderen zijn misschien, zij rijdt misschien naar dezelfde waarden of haarzelfde, doet daarzelfde trainingen. Maar het komt dan soms zo wel vaak over van, ja. Dus ik ben goed, maar de anderen zijn gewoon beter. Daar is niks verkeerd mee. Maar het is natuurlijk wel heel hard. Als iedereen zei het natuurlijk dat zij op de muur moest lossen of net niet mee kon. Dus, Over Lotte werd dat ook al snel gezegd. Oei, is Lotte minder dan vorig jaar? Nee, Vos is gewoon beter. Hè. Ja. Vos is beter geworden. Ja. Ja. Een van de eerstvolgende afspraken is de koers in Oetingen, waar Lorena Wiebes aan de start zal staan. Jij bent daar koersdirectrice. Voor het derde jaar op rij. Voilà. En vorig jaar was dat even hachelijk, hè, wat Oetingen betrof. Want ja, de enige dag sneeuw, denk ik, vorige winter. En het was op de dag van Oetingen. Dus jullie waren genoodzaakt om de koers af te lasten. Dat was verschrikkelijk. Dan moet je effectief, ja, als je zo koersdirecteur bent, daar komt dat wel bij kijken. En dan moet je de dag van de koers, ja, daar ligt sneeuw. Morgens vroeg, iedereen dacht van, ja, dit gaat hier echt niet lukken. Maar dan moet je een vergadering opzetten met de koersdirectie, veiligheidscoördinator, een afgevaardigde van het peloton, dus een renster, een afgevaardigde van de ploegleiders. En dan moet je tot een gezamenlijke beslissing komen op de een of andere manier. UCI zit daar ook bij. En ik herinner me, we deden dat zo in een klein donker hokje. En iedereen praatte wat door elkaar. En toen zei ik van, kijk mannen, want er moet nu wel effectief een beslissing komen. Meneer UCI, wat zeg jij? Veiligheidscoördinator, wat zeg jij? Hup, een beslissing. En dat, tranen, hè. Dat was echt, dat was voor die organisatie is dat de hel, hè. Ja, gelukkig kwam er toch een editie in augustus. Fantastisch, 3 maanden later of zo, dan toch nog klaargespeeld. Mede door de UCI dat mogelijk gemaakt om dan toch nog die wedstrijd op de kalender te krijgen. Mm-hmm. Uitzonderlijk, hè, dat kan gebeuren. Maar het was de mannen gegund, denk ik, van de Gooikse Pijl. Ja, inderdaad. Ja. In de lager gelegen skigebieden is het tegenwoordig pray for snow, maar dat komt naar Oetingen, iedereen. Nee, we gaan er volgende week een mooie editie van maken. Ja. En het is een van die woensdagwedstrijden die allemaal live te bekijken zijn bij ons. Allemaal interessante wedstrijden natuurlijk. En ja, zo krijg je op vaste tijdstippen toch mee hoe het staat met het peloton. En krijg je ook alle soorten rensters te zien natuurlijk. Ja, en ook is mooi als je dan ziet naar de deelnemers. We hebben natuurlijk een Wiebes, daar staan wat grote namen, Consoni en zo staan aan de start. Maar ook wat kleinere ploegen in Oetingen. En dat is ook heel mooi dat die rensters zich eens kunnen tonen op televisie. Dat die tv-zendtijd krijgen. Dat het niet altijd de SD Works of de Little Tracks van deze wereld zijn. Heel belangrijk in de groei van het vrouwenwielrennen dat dat gebeurt. Ja, inderdaad. Ja. Er zijn natuurlijk ook nog de grotere afspraken. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Altijd iets om naar uit te kijken. Kopecky, titelverdedigster in Ronde van Vlaanderen. Maar zou vooral op Roubaix mikken? Ja, Vollering wil heel graag de ronde. Zo lijkt het een beetje verdeeld te zijn, hè, binnen SD Works. Pro Time moeten we dan vanaf nu er eigenlijk bij zeggen. Vollering de ronde en Parijs-Roubaix voor Kopecky. Mee eens, Ellen? Ja. Met die verdeling. Zo hebben ze het zichzelf zo wat, hè? Ja. Dat moet nog lukken. Ja, voilà. Dat of zal Vos, de situatie. Dat zal Vos, de situatie uitmaken. Ja, uiteraard moeten we als Belgen de kaart van Kopecky zoveel mogelijk trekken. Maar ik snap wel dat er intern wel afspraken. Maar ja, het is het houden aan de afspraken en het durven zeggen van ik heb een minder dag of ik voel me echt wel goed. Ik heb nooit in dat niveau van de vrouwenkoers gezeten, maar ja, lijkt me zo interessant om te weten van wat
ja, wat gebeurt er echt op die à la minute beslissingen van wie ja, gaat echt zo durven zeggen van hey, ik wil het voor mij vandaag. En, dus ja, maar ze moeten uiteraard wel starten met een plan. Dat is ja, ja. Zeker in het wegwielrennen. Cyclocross is meer een individuele sport. Belangen zijn iets minder om elkaar te helpen, maar ja, op de weg is dat wel. Dat hebben ze geleerd uit de Strade Bianche van vorig jaar. Hè? Dat het plan en die verdeling er wel moet zijn. Ik denk dat ze dat wel tonen, dat het dit jaar wel zo is. Ja, klopt. Dat was, was heel, heel vreemd beeld nog steeds. Hè. Maar ja, ja. Nog zeker als, we hebben er al veel woorden aan vuil gemaakt. Maar Kopecky heeft toch niet gewonnen daar. Nee, inderdaad. En het zullen de laatste woorden niet zijn over het vrouwenwieler. En helaas, onze tijd is beperkt. We moeten hier afsluiten. Ik ga jullie bedanken voor de komst en het plezier. En u bedanken voor het kijken en het luisteren. En ik nodig u graag uit om te kijken naar de live wedstrijden bij ons op PIX. Dat zijn om te beginnen de grote prijs in Oetingen op 6 maart. En daarna volgen nog dwars door Vlaanderen de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl bij de vrouwen. Graag tot een volgende keer.